Lisbeth, we zijn ontzettend blij dat jij het team bent komen versterken. En we zouden niet weten wat we zonder je zouden moeten. Maar we... ik wil het toch even met je hebben over je declaraties. Tuurlijk. Ik heb ze bijna allemaal doorgevoerd. Hier bijvoorbeeld kantoorartikelen, lunch, printerpapier. Dus allemaal helemaal oké. Maar nou heb ik er hier eentje. Delete wax. Ja. Maar jij wilt toch ook niet dat ik die onderhandelingen met een snor doe? Nee. Goed, maar dan heb ik hier nog eentje. Dat is een verwenweekend Bilderberg. 5 sterren, €468. Wat is dit? Ja, ja. Dat was dat weekend vlak voor kerst. Toen zat ik er even helemaal doorheen, klopt. Ja, en? Nou, toen zei jij nog, je moet er eens even uit. Ja, maar om dat nou bij ons neer te leggen... Toen zei jij nog, wat zie je er uitgerust uit, wat goed dat je dat gedaan hebt. Ja, dat herinner ik me, ja. Nou, goed. Maar dan heb ik hier nog één declaratie. Aankoop appartement Weespergracht. Ja. €375.000 plus kosten koper. Ja, joh, dat kost wat. Ik schrok er zelf ook van. Maar het is ook midden in het centrum. Maar Lisbeth, je hebt een huis gekocht. Ja, maar ik woon nu ook veel dichterbij. Dus? Kilometervergoeding, brandstofkosten. Het scheelt jullie uiteindelijk heel veel geld. Maar Lisbeth, dit ga ik er echt nooit doorheen krijgen. Ja, sorry hoor, maar wat willen jullie nou? Eerst gaan lopen zeuren dat ik te ver weg woon? Je bent altijd te laat, zijn jouw woorden. Ja. En dan ga ik meedenken? Dan maak ik een gebaar en dan is het weer niet goed. Ik ben zo weg, hoor. Ik doe dit niet voor mezelf, hè. Ik doe dit voor jullie. Ja. Nee, maar ik begrijp het ook eigenlijk wel, hoor. Je hebt ook helemaal gelijk. Sorry. Geeft niks. Goed. Koffie?